people staan graag voor je klaar. Little people en we helpen elkaar. Little people, wij zijn lief en klein. Little people willen jouw vriendje zijn. Hoeveel is te veel? Het is een drukke dag vandaag, vooral in de bakkerij. Oh, kijk nou, de klanten zijn niet uit mijn winkel weg te slaan. Niet dat ik dat zou doen, natuurlijk. Twee koffiebootjes graag. Dat ruikt goed. Komt eraan. Dus één donut in doos 1, twee muffins in doos 2, drie koekjes in doos 3. Hoi, Bakkerbob. Waar zijn de taartjes gebleven? Ik heb al mijn lekkere taartjes al verkocht. Ja, ik heb ze niet eens zelf even kunnen proeven. Ik ga nog maar wat melk, eitjes en bloem halen. Arme Bakkerbob, hij werkt zo hard dat hij niet eens zelf wat kan eten. Ik wou dat we iets konden doen om hem te helpen. Hé! De bakfantastische bakmachine. Super hulp voor de bakker. Hij doet al het werk terwijl u uitrust. Ah, dat is het! Verrassing! Wat is dit? We komen u helpen, zodat u uit kunt rusten. Alle soesjes nog aan toe. Wat lief van je. Maar hoe gaan jullie me helpen? Hiermee! U zet hem aan, stopt de spullen erin en klaar is Bakkerbob. Oh ja, 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 dank je. Maar weet je, daar gaat natuurlijk niets boven koekjes die je zelf bakt. Hè? Met verse eieren. Verse eitjes zijn niet te kloppen. Of je doet er wat meer bij. Zo is het beter. Blijft u maar lekker zitten om uit te rusten. Dan zorgen wij dat alles goed komt. Oh ja, ja, rust klinkt wel fijn. Dat is... Hij wil drie eitjes. 1, 2, 3. Hij wil 5 kopjes melk. Twee appels komen eraan. Bakker zijn is super. Hij kan vast sneller. Maggie, dat lijkt me nou niet zo'n goed idee. Ach, wat kan er fout gaan? Vier bananen. 5 bakjes boter. Drie appels, 3 kopjes water. 4 eitjes. 5 bakjes boter. 2 melk. 3 lepels bakpoeder. 1 kopje melk. 3 kopjes water. 4 kopjes melk. 1 kopje melk. 4 eitjes. 5 bakjes boter. Maggie, kan het iets langzamer? Wat moeten we nu, Maggie? Tja, ik ben bang dat we geen keus hebben. Wat is dat voor herrie? Nee, maar wat goed. Maar waar is de bak fantastisch? Het werd hem een beetje te veel. We hadden hem eigenlijk toch niet nodig. Nee, want er gaat natuurlijk niks boven de koekjes. Die je zelf bakt. Maggie ontdekte dat hoeveel koekjes je ook bakt, snel beslag maken soms meer tijd in beslag neemt.